weer tijd om te vloggen. Vloggen. Weet ik niet. Vlogtijd. Zoals jullie kunnen zien, uitchecken, zijn wij op Centraal Station. Voor de mensen die in Rotterdam wonen, die weten het wel. Kevin is hier in het roze. Kevin, je ziet er strak uit. En Romeiska is daar. Wij gaan nu... Lieg niet! Oké, wij gaan nu eten zoeken. En ik ga kijken naar welke trein wij moeten hebben. En waar ongeveer wij in Utrecht moeten zijn, want we gaan nu naar Utrecht. Waar ga je naartoe? Ja, dat is die bord. Nee, we gaan eerst eten zoeken. Want we moeten niet naar Centraal. We moeten niet naar Centraal, maar we moeten naar een andere halte. Maar ik ga even uitzoeken. Terwijl wij eten zoeken. Ja. Daar zitten we dan in de trein. Moeilijk hè, openmaken. En het kan echt mijn broodje gaat vallen. De struggle is echt real. De struggle is voor jou. Oké. Wij zijn dus nu in de trein. We gaan richting Utrecht Centraal. En dan gaan wij, ik weet niet, een andere Utrecht station. Ik heb niet gekeken. Ik weet dat we nu eerst naar Utrecht Centraal moeten en dan moeten overstappen. Mm-hmm. Hoi. Hoi. Dit kind is mee. Dit kind is mee met mij. Nee. Lekker, ik word mijn ei. Oh nee, ja, erg moet ze doen. Het is lekker. Het is allemaal. Ik wil ook duim. Ik heb mijn kans. Door mijn ei moet ze warm eten. Als je het goed kan. Ja. Dus ja, we gaan nu Utrecht. Dus we staan ook helemaal in het zeg. We gaan Utrecht. Oké, dan gaan we. Ja, dan gaan we. Ik ben niet begonnen, wat is jouw probleem? Romeiska, ze wou door rood lopen, mensen. Ze wou door rood lopen. Kijk, dat je haren rood zijn, dat is een ander verhaal. Dit. Ze is gewoon. Politie. Politie! Goed voor je. Oké, we zijn aangekomen in Utrecht Overvecht. We lopen. We lopen nu naar Outlet Store Nike. Wauw, die is Nike Store Outlet. Ja, jullie snapten hem wel. Jullie snapten hem wel. Wij gaan lopen. Ja. Kevin weet de was. Was. Oh mijn god. Wat gebeurt er hier? Kevin weet de weg vast wel. Ja, denk ik. Soortig. We verdwalen heus niet. Het komt helemaal goed. We hebben TomTom. Toto. Volgens mij moeten we hier tja-tja of hier letterlijk doorheen. Eén van de twee. Doorheen. Maar straks kunnen we daar niet naar buiten. En dan? We kunnen sowieso naar buiten. Gaan we echt illegaal doen? Auto. Ik wil niet dood. I don't wanna die. Oké, dus ja, we gaan naar de auto. We zijn in Utrecht. Die gebouwen zijn kapot hoog. Het ziet er echt mooi uit hier. Utrecht Centraal achter mij. Ik ben nog nooit aan de buitenkant van deze kant van Utrecht geweest. Alleen in de oude gedeelte van Utrecht. Ik noem het oude gedeelte, ik weet niet hoe je het moet noemen. Mensen die in Utrecht wonen, verbeter mij. Almere. Wij lopen nu naar de stad. Ali. Hoe? Ali. Nou, probeer je met Ali. Ali, wat schrijft A-L-L-I? Krek. Oké. We staan in de Dunkin' Donuts. Hallo meneer, vraag. Wilt u er ook op? Ja. Ik wil een doos voor 6. Een doos voor 6, ja. Doe je tasje mee? Ja. Ja. Is er drinken bij? Nee. Nee. Tot 10 euro. Nou, binnen graag. Geen idee, iedereen heeft twee. Ja,
Ja, dank u wel. Als je een kerst invult, ga ik het voor de volgende keer. Nou, dan ga ik dat maar even, even doen. Dank u wel. We gaan donuts halen. Oh my god. Oh my god. En dan één stroopwafel. En een strawberry. Kijk, dat is een Natuurlijk is de dag niet compleet als wij niet Levi's winkel binnen gaan. Lauren is helemaal gek op Levi's. Nee, ik wou die andere, zwart met witte randjes. Oh. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Vies rij. Wat deed ik? Misschien boeren in mijn camera. Je hebt geen plastic. Jawel, jij was het gewoon. Ik ga rondkijken. Ik hoop dat ik wat leuks zie. Zeg je dat? Waarom ben je zo veel? Weet ik niet. Bijna door je pit heen. Ja, ja. Hé, hey, we zijn bij de grachten. Waar is het casino? Kijk daar. Hallo? Waar is het casino? Wat gebeurt hier? We zijn bij de grachten. Nog aan hem. Ja, daarom zeg ik, ze kan wel aan mijn H&M's hier. Je bent gezien in de We zijn in de... We gaan... Wat? Ja, ik ben eens met jou. Wanneer het weerbericht niet heeft gezegd dat het zal gaan regenen. En het opeens begon te regenen. It's rain. Het is echt Nederlands weer dit. Yeah, luister het al, we zijn op zoek naar twee dingen. Game State. En Baskin Robbins. Maar we kunnen geen van beiden vinden. Op de stadhuisbrug naar de Oude Gracht. We lopen en we lopen maar. Ik ga nu weer mijn tonton kijken, want dat kan echt niet. Ronna is ook erg. Echt droog, hè? Ik zeg tegen Kev, ze staat daar alsof ze bord kan lezen. Heb je bord leren lezen? Ja, lach, precies. Je doet alsof je bord kan lezen. Die kan ik wel lezen. Ja, guy, je liegt gewoon. Je bent echt een leugenaar, gewoon je liegt. Ze gaat niet eens bord lezen, gaat ze bord kijken. Gek. We hebben het gevonden. Game State, Utrecht. Hij is echt groot, man. Hij is echt lekker groot. Ik ga denk ik wel even iets opladen bij Geur of zo. Ik hoop dat jullie me horen, want het is super luidruchtig hier. Ja. En? Heerlijk. Oh my god. Ja, dat is Doelse de Leedje. Ja. Mijn jas is gevallen en ik heb ijs in mijn andere hand. Dankjewel, Kev. Dit is wel lekker. Het is wel lekker. Sociale smaak. Wacht even dan. Ik ben aan het vloggen. Zie je niet meer aan het vloggen. Wat is jouw probleem? Het moest nog maar een stukje. Je gaat je ijs niet neerzetten om je jas te vesten. Nee. Echt niet. Ik zie al mijn Lorenzo lopen voor die jas. Ik heb kauwgom en birthday cake. Ja, it's my birthday. So I have to take birthday cake. So. Ik ga genieten van mijn ijsje. Dunkin Donuts hier. We hebben iets heel grappigs gedaan. Oh, joe. We hebben iets heel grappigs gedaan. We hebben achterstevoren gegeten. We hebben eerst toetje genomen en we gaan nu naar Rotterdam. Want Zoemel is gewoon dicht in Utrecht. Waarom doe je dat, Utrecht? Waarom? Zoemel is dicht in Utrecht. Dus wij gaan nu naar Rotterdam terug. En we gaan daar eten. Maar we zijn nu al aan het toetje. Ja. Kan gewoon. Hoe wij de trein uitstappen en wij zijn allemaal stijf. Ik heb last van mijn heup, van mijn knie, van mijn lies. Alles van mijn benen. Hoe keek je zo? Hoe ben je zo? Benen. Alles doet pijn. We zijn opeens om in het hout. Hoe zat het meteen af? Ja. Gek iets. Nou, we gaan naar Simo. Daar zitten we dan. We zitten dus in Simo. We hebben echt onze leven gewoon gehaat vandaag, hè. We gingen van Utrecht. Simo was dicht. Gingen we naar Centraal Station daar zo. Simo was vol. Komen we hier naartoe helemaal in stress. Hopen dat de plek is er uiteindelijk wel plek. Dus we zitten hier, we eten. Komt er net een jongen. Die jongen die ons komt helpen vraagt. Hoeveel jaar ben je aan mij? Hij zegt, en Kevin vraagt hoezo eigenlijk. Zegt hij ja, want onder de 12 is het een andere prijs. I was like nigger. Really? 12?
ik bedoel van, ik zie er jong uit, maar niet zo jong. Met make-up. Ik dacht, je schat maar 17 of zo, oké. Dat kan al, weet je, maar 12. Nou, ik ga mijn eten bestellen, want dit kan echt niet hoor. Ons eten is er. Ik heb nog niet op plaats besteld in gedrag. Jawel, we gaan eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. She is regretting her decisions. Foute beslissingen genomen. We hebben nog een paar te gaan. Die gaat bijna dood. Dit is weer moeite mis om dat stukjes te doen om het voor. Dat is hier voor mijn hand hoor. Hallo. Ik kan nu echt gaan slapen, hè? En we gaan nog naar film. Hoe gaat slapen daar? Precies dat. Hey, ik dacht dat ook aan. Dat is toch erg? En daar het einde. Dit gaat helemaal verkeerd, jongens. Helemaal verkeerd. Ik ben in de wc gevallen. Oké. Heb je gewoon met je hart gepakt, vies? Ja? Je bent je hoofd aan het deppen? Deppen? Waarom? Wat? Oh. Nee, kom. Ik heb het zo benauwd. Waarom doe je dit? Mensen zien dat ik van mijn broek niet heb. Oh ja, er staat ook op wel dat je je OV is. Mijn OV is in de wc gevallen. Ja, dat hebben ze gehoord. Oh my god. Hoe gaan we dan waken? Dit is een broek. Jongen, er staat een jongen daar bij die tafel en hij staat me gewoon aan te kijken hoe ik mijn broek dicht doe. Kan toch niet? Hij is net met zijn vriendin, dus we moeten altijd te kijken. Ja, precies. Bon, we gaan weer naar beneden. We moeten betalen en rennen. Ja, en er is rekening, dus tot zo. Zo, we zijn net thuis. Het is half 1. We zijn naar de bios geweest. Ocean's 8 gekeken. Het was echt een leuke film. Het was een goede film. Alleen, ik had gehoopt dat er meer details was in de film. Maar het was wel een goede film. Ik ga nu gelijk slapen. Ik ga deze vlog afsluiten. Want ik moet 6 uur ochtend op om te gaan werken. Ja. Ik ga 5 uurtjes slapen. Fijn. Als jullie deze vlog nou leuk vonden, zou ik zeggen, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Druk op de rode abonneerknop. Het is gratis trouwens. Dus doe dat even. Ik ben super moe. Ik heb genoten. Ik heb gegeten voor leven vandaag. Oh my gosh. Maar het was het waard. Het was het echt waard. Het was echt een leuke dag. Maar ja. Abonneer. Het is gratis. En dan zeg ik, zoals altijd, tot de volgende keer.